Wat was het probleem dat de Farizeeën en de Sadduceeën en al die andere partijen niet op Jezus zagen? Dat ze hem als een onruststoker zagen. Ze zaten vast aan het verleden. De Torah, de wet van Mozes, de inzettingen die de rabbijnen hebben overgeleverd. De historie, de geschiedenis van Israël. Het uitverkoren volk zijn. En de opvattingen van de Farizeeën en die van de Sadduceeën die met elkaar in debat bleven. De trotse mens vooral voeden in zijn eigen profilering. Wat was de diepste reden dat ze Jezus verwierpen? Jezus doorbrak deze patronen. Die zich in nostalgie vasthechten aan het verleden. Toen alles nog goed was. Toen alles nog beter was in Israël. Toen de Romeinen nog niet in het land waren. 400 jaar geleden hebben de profeten nog gesproken. Moesten terug naar die tijd. Zoals in de griffemiddag gezinden. Aan de rechterflank. Ook die neiging bestaat. Vast te houden aan het verleden. Terug naar de tijd van de reformatie. Terug naar de tijd van de nadereformatie. Mensen, dit is dezelfde fout als dat de Farizeeën en de schriftgeleerden hebben gemaakt. En degene die dat doorbreekt is een onruststoker. Jezus werd gezien als zeer gevaarlijk. Want hij richtte de mensen op de toekomst. Het koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. Dat was zijn eerste preek in Marcus beschreven. Het koninkrijk Gods is nabijgekomen. Degene die dat doorbreekt, zoals Jezus deed, werd als zeer gevaarlijk gezien. Enige mate zie ik dat ook terug in de manier waarop collega Van der Brink als zeer gevaarlijk wordt gezien. Omdat hij ook probeert om onreformatorische patronen, opvattingen te weerleggen op grond van de Bijbel en de belijdenis. Wat zit daar ten diepste achter? Dat we de oude mens niet kunnen loslaten. Wij weten dat als iemand wedergeboren wordt, is hij een nieuw schepsel in Christus. Niet in zichzelf, want Paulus zegt, ik ben een ellendig mens. Paulus heeft nooit gezegd, ik ben zondeloos en ik voel mezelf altijd zo buitengewoon gelukkig en blij. Hij zag het als zijn opdracht om elke dag blij te zijn, maar in de Here. In Jezus Christus, in die ene naam onder de hemel gegeven. Die sublieme naam. Voor Paulus was het geef mij Jezus. Maar hij wist ook van de strijd om die oude mens los te laten. Als je theologisch, dogmatisch wil bezien, dan is dat het probleem. Om, ik zei straks, niet meer op Jezus te zien, maar vooral op vroeger. Oh, ik kan soms zo nostalgisch terugdenken aan het huis en de Talmalaan 3 in Ede, waar we naartoe verhuisden. Ik was nog zo'n klein jongetje. Prachtige tuin, zeg, met perenbomen, appelbomen. Mijn vader was in zijn knollentuin. Ik kan nog dat geluksgevoel terughalen van vroeger.
Is dat verkeerd? Nee. Maar laten we nou eerlijk zijn. Vaak worden we getreiterd door negatieve ervaringen van vroeger, die te maken hebben met onze zonde. Dat we nalatig geweest zijn. Of uitdrukkelijk gezondigd hebben. Wat kan dat ons plagen? Ook al weten we dat God vergeeft. Om dat los te laten. Ik denk dat we geroepen worden, geliefden, om meer in Christus in te groeien.